Dag beste kijker. Ja, de herfst laat zich deze week toch al een beetje voelen. Wat de temperaturen betreft valt het voor vandaag nog wel mee. Maar er zijn redelijk wat wolken en af en toe valt daar een beetje neerslag uit. Er waren ook een paar opklaringen hier en daar, maar zeker niet overal. En ook vanmiddag gaan we nog meestal onder die wolken blijven zitten. We zien hoe die neerslag hier over ons land blijft treuzelen. Dus het regenachtige zal er ook deze namiddag nog wat blijven inzitten. En wat de opklaringen betreft, ja, meestal gaan ze van korte duur zijn, want we gaan toch grotendeels hier onder die wolken nog blijven steken. Hier zijn een paar gaatjes. Ja, goed om misschien die zon toch af en toe eventjes te laten doorkomen. En ondertussen temperaturen die nog best meevallen. Maar ja, frisser weer is in aantocht, want die wind die is gedraaid naar westelijke richtingen. Dat gaat ook de komende dagen het geval zijn. Met af en toe neerslag. Dinsdagavond en nacht vooral gaat het wat harder regenen. Nu, achter die storing zit dan nog koelere lucht. Dus vanaf woensdag zitten we met nog lagere temperaturen. En het wisselvallige blijft er ook wel in zitten. Nu, we zitten aan de rand van die hoge druk. Dus er zijn ook vaak droge periodes. Maar de kans op een bui is er ook nog wel voor donderdag en misschien nog voor vrijdag. Dan worden de kansen al wat kleiner. Ja, en voor vandaag is de kans dat u een druppel ziet vallen zeker groot. Dus voor deze namiddag, ja, een beetje regenachtig weertje met niet al te veel zon. En dan temperaturen straks tot 19, hier en daar tot 20 graden. Ja, verder gaan we waarschijnlijk niet geraken. En een matige wind hoort daarbij, aan zee soms vrij krachtig. En daar kunnen er rukwinden zijn tot 55 km per uur. Voor vanavond nog hier of daar een bui. Maar daarna in de loop van de nacht stilaan wordt het toch voor Vlaanderen grotendeels droog. Over het oosten van het land kan eventueel links of rechts nog een druppel vallen. Temperaturen tussen 9 en 14 graden. Die wind doet het iets kalmer aan in de loop van de nacht. En dan voor morgen. Ja, het wisselvallige blijft er nog altijd in zitten. Maar we starten wel met opklaringen. En dan later op de dag alweer meer bewolking vanaf het westen. En tegen de latere namiddag gaat het dan vanaf het westen al wat lichtjes regenen. Maar de meest intense neerslag is voor dinsdagnacht. En dan woensdag blijft die regen eerst nog wat slepen over het zuidoosten. Trekt dan weg. Dan komen er meer en meer opklaringen. Later wat stapelwolken en misschien hier of daar een bui. En vooral die temperaturen zijn laag. 15 graden, meer zit er niet in. En ook voor donderdag en vrijdag blijft het koel. Blijft het wisselvallig met dus kans op een bui hier en daar. Maar tussendoor toch ook wel de opklaringen. Vrijdag wordt die kans op een bui al wat kleiner. En in het weekend lijkt het droog te blijven. Zitten we onder de invloed van een hoge drukgebied. Met zaterdag wel wat ochtendgrijs. En daarna, ja, de zon die er probeert door te priemen. Zondag zijn er eerst opklaringen. En dan tegen 's avonds, ja, zou opnieuw de kans op neerslag groter worden. Maar ja, die temperaturen, ja, die blijven aan de lage kant. Dus we gaan deze week nog een trui goed kunnen gebruiken. Meer erover later. Tot dan. Dag.